Links van onder Gamers 93. En welkom weer terug bij Minecraft Dreams deel 3. Dark Dreams. Ik heb beloofd dat ik de trilogie zou spelen. En dus is dit de derde deel. En daar in het hoekje staat Patricia. Hi, waarom ben je fucking snoep? Ik heb mijn kinderen waarschijnlijk nog niet bijgewerkt. Wat is dit? Dit is niks. Dit is een viertje. Oh, ik ben gewoon hier in Cliptown met je, dat hou ik gewoon. Dat komt. Dus we laten even alles eerlijk verdelen. Ik neem... jou in het kit, oh. Nee, ik neem eerst even alles en dan verdeel ik precies de helft. Patricia, leg alle spullen snel even terug. Ja, ik heb sowieso een zwaard. Oké. Een zwaard en brood. Verdeel het maar in het kit. Dit. Ja. Krijg jij dit? Ja. Krijg jij dit? Die mag jij houden, want ik denk dat ik dood ga. Oh, ja, kan ook. Krijg jij dit? Wauw, nee. Ga kijken of dit werkt. Yep. Hou je al je spullen? Yep. Oh ja, dat wil ik even testen voor die mensen. Dan mag jij die dingen ook hebben. Zo. Wacht even. Ik doe verkeerd om, sorry. Zo. Kom, we gaan er al mee. Nee, dan lees ik het. Nee, nee, wij hebben nog een verhaaltje. Hup, doe die muts af. Patricia, niet doen. Dat hoort bij het verhaal. Die muts. Doe de muts af. Die muts hoort bij het verhaal, dat zeg ik toch? Nou, er wil ik er ook een. Ja, er is geen andere. Niet doen! Hier zijn ik. Heb je niks anders gecheat? Nee. Ik kan inventory clear doen, hè? Dit. Jongens, ik zet even de cheats voor Patricia uit en dan ben ik zo terug. Zo, de cheats staan weer staan uit voor Patricia. Ik heb twee boekjes. De regels, oost maar één bladzijde. Breek geen blokken. Alleen als je eruit de juiste gereedschap hebt. Geen blokken plaatsen. Tenzij je ze in kisten hebt gevonden. Je mag craften, je mag smelten enzovoort. Play on adventure mode en easy. Wat is easy? Ja, met mobs. Zie daar een naam. Niet gaan doen. Zie daar een naam. Ik heb nog een boek. Mag ik die rules even lezen? Ja, hier. Adventure mode, hè? Ik schakel ons twee even in adventure mode en zien jullie zo weer. Nou, we staan op adventure mode. Waar ben je op dat je? Oh, daar. En ik heb een verhaaltje voor het slapen gaan. Wat is dit? Ik kan dit overleven, maar dat niet. Het verhaal van Zenica en zijn verloren grot. Zenica leefde in een dorp. Het was een erg stil en comfortabel dorp. Eén dag kwam er een leger naar het dorp. Roeser leidde de invasie naar Zenica's huis om hem te doden. En hij pakte zijn... En hij neemde zijn hoofd naar de koning. De koning wou Zenica. Patricia, niet slaan! De koning wou Zenica's hoofd. Omdat Zenica problemen voor hem maakte. Zenica steelde brood van de koning. En gaf het aan de stervende dorpbewoners. Roeser. Was in Zenica's huis.
Maar daar was een briefje. To warn it may concern I have left the village. It has become too dangerous of a place for me. I've taken 5 villagers with me to find a new home. Dus hij is vertrokken. Om een nieuw huis te zoeken met 5 villagers. Niet slaan! Sorry, ik ging gewoon met. Ik sla jou helemaal dood. Rooster was furious, he set out to track down Seneca. But all he could find was bare flatland. Ten exactly 16 jaar later heeft Rooster een cave gevonden. De grot was echt prachtig. Ik lees wel even verder in het Engels, echt sneller. It was also thriving with villagers and pets and vegetation. Then Rooster found him. It was Seneca in the best home in the cave. Zeniak was sleeping when Rooster killed him. Rooster soon left the cave and headed for the king. Whoever Zeniak knew that would be fun. Soon Seneca trained his son Amarhid to one day defeat the little Rooster. You are Amarhid. You must find Rooster and defeat. Oh, we zijn de zoon van Zeniak. Oké, wacht even, ik eet even een stukje. Dochter! Nee! Waarom kan ik jou niet raken? Weet ik veel, ik ben gewoon in de fight. Ga er even uit, we gaan er even in. Oké. Kun je dat... We zijn al bijna 10 minuten bezig en we hebben niks gedaan. Doe jou geklooien. Probeer die stenen te slaan. Wil niet, hè? Okay. Mooi. Ik wel. Dan gaan we. Ik stop die dingen erin. Heb je een kist gevonden? En wat? Oké, springen denk ik dan, hè? Wow, dat... Dan ging het al bijna met mijn parkour skills. Oh, wacht even. We zullen eerst even bekijken wat hierboven is, oké? Voordat we naar beneden springen. Wat? We gaan zometeen naar beneden, maar ik wil eerst weten wat hier is. Ja, sorry, ik ben nog op het moment. Naar boven, hier. Andere kant. Wat ben ik leuk? Hoor jij geen geluid? Dan heb je je geluid uitstaan waarschijnlijk. Oh. Wat is jij? Ik ben hier. Ik hoor nog steeds net. Niet schelden in mijn video's. Dan mag je in je eigen video's gaan doen. Albert. Ik hoop wel dat ik jouw zusje ben. Oh, maar dat weten ze wel. Echt wel. Ja. Weet je dan ook hoe ik oud ik ben? Ja, mooi. Verder. Ja. Even kijken. Waar zijn we? Bij een huis. Ik ben benieuwd wat we hier aan zullen treffen in dit huis. Kisten. Dit gaan we even eerlijk verdelen. Jij krijgt 2 klompjes. Even kijken, hoeveel pijlen zijn er? Zo. Oh, hier kunnen we nog meer verdelen. Wie wil die roos? Hou jij die roos even bij je? Verdeel ik even de pijlen. Oh, wacht. Nee, die 5 zijn van mij. Zo. Mm-hmm. Dan is die 11 van jou. Pak maar. Oh. De 11 pijlen zijn van jou. Goed. Zet er nog iets in de oven? Nee. We kunnen ons save point hier niet zetten. I think that silverfish went missing out. Heb je een boekje? Tot daarin. Waar staat die in? In deze kist. Oh, in het midden. Hmm. I think my pet silverfish went missing. Ah. Ja. Die heeft een huisdier genaamd silverfish. Dus dan zou het ook wel silverfish zijn. Yo, ben je altijd zo slim? Ja. Altijd slim. Gelijk met jou ben ik altijd slim. Maar doei.